Oké, tot ziens. doeg. Welkom bij Vragen staat vrijdag, waarin wij jouw vragen beantwoorden. En vandaag de vraag: wat moet je doen bij overlast? Mijn naam is Anne-Kees Meijnes. Ik ben sinds 1998 werkzaam voor de politie Noord-Holland. En sinds 3 jaar ben ik werkzaam in de mooie gemeente Langendijk. Wat moet je doen bij overlast? Nou, er is natuurlijk een grote diversiteit aan overlast. Zoals parkeeroverlast, geluidsoverlast, jeugdoverlast. En wij proberen de mensen wel altijd te stimuleren. Hè? Van probeer het eerst zelf op te lossen met elkaar. Want daar kom je met elkaar dan veel beter uit uiteindelijk. Maar lukt dat je nou niet, dan kun je je wenden tot verschillende instanties. Bijvoorbeeld voor parkeeroverlast kun je naar de gemeente gaan. Vragen of die dat willen handhaven middels de BOA's die zij hebben ingehuurd. Maar heb je bijvoorbeeld bonje met de buren, dan kun je je wenden tot buurtbemiddeling. Zij gaan dan eventueel bemiddelen tussen jou en de buren en proberen dan met jou in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Wat is bij overlast de rol van de wijkagent? Mijn rol als wijkagent daarin zou kunnen zijn dat wij de ketenpartners adviseren of wij adviseren de burger om naar bepaalde instanties te gaan. Bepaalde situaties kunnen natuurlijk ontzettend frustrerend zijn. En als je er echt niet uitkomt met de instanties die ik net noemde, zoals de gemeente of de woningbouwvereniging, dan zou je de politie kunnen bellen. En dat kan via 0900 8844. Of je laat een terugbelverzoek achter voor de wijkagent. En dan bellen wij terug. Of we komen even langs en we gaan in gesprek om te kijken of we alsnog tot een oplossing kunnen komen. Heb jij ook een vraag aan de politie? Laat dan je vraag achter in de reacties.